In de NH naar Rio vandaag Matthijs Bugli uit Zandpoort. De Olympische baanploeg trainde de afgelopen weken regelmatig op de wielerbaan van Alkmaar in voorbereiding op de Spelen. Die deden ze onder leiding van de Duitse bondscoach René Wolf. Duitse mentaliteit. En hij is natuurlijk zelf ook Olympisch kampioen. En, dus hij weet wel waar hij over hier praat. Ik denk dat hij op mentaal, maar ook fysiek vlak een hele goede begeleider voor het hele team. Duitse coach, zeg je, Duitse mentaliteit. Wat haalt dat in? Nou, dat je wel je best moet doen, discipline en luisteren en niet aanklooien, gewoon volle bak. Ga je op de camera opnemen hoe zielig hun doen? Ja, niet huilen. Hij zei het net ook al, hè, toen we daar lagen op de grond tegen jou, zitten ze een beetje te huilen. En dat maar in totaal 900 meter fietsen. Je hebt in het voetbal heb je dan zeggen ze, type Louis van Gaal, de formele man die alles erbij houdt. En het type Guus Hiddink die zeg maar een arm om je schouder slaat. Wat is hij voor type? Ik denk dat hij zou eerder Louis van Gaal zijn. En als hij dan gaat nadenken, dan is hij soms een beetje Hiddink. Wolf gaf ook toestemming aan Bugli om vorig jaar een aantal maanden naar Japan te gaan om daar wedstrijden te rijden. Daar was niet iedereen het mee eens bij de wielerbond. Er waren eigenlijk al mensen van NSC, NSF en andere mensen van de staf die zeiden van ja, we weten het niet hoor, want het is wel 5 maanden en er zijn natuurlijk genoeg nadelen ook te bedenken. De fysio zal natuurlijk zeggen, en heeft het ook gedaan, beter niet vanuit het oogpunt van een fysio, want ik heb daar geen begeleiding. Maar goed, uiteindelijk hebben ze met René wel besloten om me wel te sturen. Ja. Je zegt je bent ook sterker teruggekomen. Was het ook goed voor je portemonnee? Dat was ook goed. Die is iets zwaarder ook. Die is wat zwaarder teruggekomen ook. 5 maanden Japan heeft Bugli dus veel goed gedaan. Toch kende hij ook wel zijn moeilijke momenten in het Verre Oosten. Hij was er soms eenzaam, zat er in quarantaine en verveelde zich dan dood. En dan heb je bijvoorbeeld een toernooi. En dat duurt dan 4 dagen. En dan moet je alles inleveren tegen matchfixing. Dus lever je telefoon en laptop in. En dan zit je 4 dagen opgesloten met Japanners die geen Engels spreken. Dus dan is het wel lang. 4 dagen zonder internet. Ik moet nog kijken of ik dat ga overleven. Ja. Maar wat doe je dan die 4 dagen als je niet kan communiceren met die gasten om je heen? Nou ja, je hebt 1 wedstrijd per dag. En nou goed, een wedstrijd is bij ons het sprinten, dus dat is kort. Dat is, dan ben je uiteindelijk 2-3 minuten in een race aan het rijden. De 2 uur daarvoor ben je aan het opwarmen, dus dan heb je zo'n 21 uur over. Dus dan slaap je 10 uur en dan moet je 10 uur zien te vermaken. En Japanse tv kijken. Er is niks te doen. Het is, je zit in het badhuis 's ochtends en 's avonds. In de sauna. Dat is eigenlijk alles wat je doet. Je gaat naar de sauna met al die gasten. Dat is normaal. En je kijkt een beetje tv. Je leest een beetje Japanse blaadjes. Of neemt een boek mee. Van Japan terug naar Noord-Holland en nu naar de Spelen van Rio. Zoals voor elke sporter is dat het toernooi. Ja, zeker weten. Dat is natuurlijk. Het is bij ons sowieso al anders dan veel andere sporten. We hebben 3 wereldbekers en een WK en een EK. Dat zijn 5 grote wedstrijden per jaar. En alles eromheen telt eigenlijk niet. Dus als je dat vergelijkt met de weg, die hebben zoveel wedstrijden die ze kunnen rijden. En bij ons moet het in 5 wedstrijden moet je er staan. En dan is het ook gebeurd. Dus je moet. Dat is heel weinig eigenlijk, 5 wedstrijden in een heel jaar. Dan komt dan 1 grote wedstrijd bij, elke 4 jaar. En dat is de Spelen. Dus dat is uiteraard het allerbelangrijkste.